Ja, het zijn wel van die momenten dat je even de handdoek in de ring wil gooien en gewoon naar huis wil gaan. Nee, dus uiteindelijk zijn we maar doorgegaan. Met als resultaat... De laatste tegel. I just wanna see where your love can take me. When I'm with you, no, the world won't break me. Een hele goede morgen, lieve patatties. Welkom in ons nieuwe huis. En in een nieuwe video, de Behangparadijs gaat zo meteen beginnen. Deze heb ik gisteren helemaal getegeld. Ik heb super veel zin in vandaag. Het is allemaal lekker gelukt. Ik weet niet, deze... Ik ga zo meteen nog even een andere lens opdoen hier, jongens. Want deze lens past niet heel goed aan. Maar ik heb dit helemaal gedaan gisteren. En daarbuiten zijn ze ook al lekker bezig. Dus we gaan weer snel verder. Ik heb hier achter een soort van tafeltje gefabriceerd voor het snijden van de tegels. Wel handig toch? Kijk, papa is ook gearriveerd. Ga jij de stroom doen vandaag? Ik begin eerst aan de koffie. We gaan eerst aan de koffie. En dan ga jij stroom doen? Ga ik doen? Stroom. Stroom. Hou mijn stopcontact. Ja. Lichtje doortrekken. En kijken of we de coax kunnen loskrijgen. Ja. Dat wordt nog een leuk verhaal. Het is inmiddels ruim in de avond. De buurtjes zijn er ook, dat is wel gezellig. René is alweer weg met Jesse. Ik ben naar de bouwmarkt geweest. Ik heb een aantal tegels verpest. Ja, duimstok, alles gemeten en dan kom je terug. Na het op maat gezaagd te hebben en dan mis je gewoon ineens een paar centimeters. Ja, dat zijn wel van die momenten dat je even de handdoek in de ring wil gooien en gewoon naar huis wil gaan en de boel wil laten. Maar laat het vooral niet te veel binnenkomen. Oh, rustig. Er gaat wel eens wat mis. Over het algemeen gaat het eigenlijk hartstikke goed. Ik voel wel heel veel beestjes hier. Geen muggen, maar wel gewoon vliegjes. Ik had al heel veel gelezen dat je kan met bepaalde planten, citroen of limoen of bepaalde planten en boompjes, kan je je flora en fauna een beetje regelen. Dus dat gaan we zeker doen. Ik ga even wat eten bestellen, denk ik. Ik heb honger. Ik weet alleen nog niet wat. Ik wil gewoon naar huis. Ik moet nog een paar tegels, dan is de hal klaar. Ik ga eten bestellen. Zo, het zit er weer op voor vandaag. Ik ben kapoetski, ik heb honger en ik heb uiteindelijk dus niet besteld. Want ik kreeg niet echt een eenduidig antwoord van mijn vader. Die zei, als jij honger hebt. En ik zei, wat wil je dan? Wat wil jij? Wat heb jij honger? Nou, dus uiteindelijk zijn we maar doorgegaan. Met als resultaat... Dit dus... Ja, ik ben echt super tevreden. Ik ben er echt zo blij mee. Echt, krijg je hier echt voldoening van. Op een of andere manier. Weet je dat satisfying gevoel als je motiefjes afmaakt. Of als je gaat stofzuigen. Dat je ziet dat die banen die je dan trekt. Zeg maar. Nou ja, deze dus ook. Oh, ik heb last van die stof hier, joh. Maar hier en daar nog wat... Tetris blokjes op maat snijden. En dat schuine ding wat je daar ziet staan, die is de plint, zeg maar, om de hoek om te gaan met de tegels. Dus dat gaan we morgen doen. En morgen beginnen ze ook met de badkamer. En ze gaan verder met behang. En ik ga verder met het betegelen. Dus nee, gaat helemaal goed komen. Nee,
René is... nee, weet ik niet. Want Jesse is er ook natuurlijk. Nou ja, morgen weer een dag. Ik ga nu lekker naar huis en lekker eten. En dan zie ik jullie morgen weer. Een hele goede morgen. Het is de volgende dag. Ik zag hem! Ik zag hem. Oh, heb je het eerste briefje uit de brievenbus gepakt? Ja. Ja, heel goed toch? Ja, de brievenbus. De postbode. We zijn heel vroeg, want de aannemer van de badkamer die kwam vandaag niet. En ik had gehoopt dat hij de deur open zou doen voor de behangen. Dus we moesten toch even snel hier naartoe, want mama is eventjes naar het ziekenhuis. We gaan het even rustig aan doen vandaag. Ja, en even fietsen in het park zo meteen. Ja, maar ik wil de sticker uithalen. Oh ja, dat is geen sticker, dat is krassen. Zet die me helpen? Wat is dit? Doe ze maar in het emmertje. Doe ze maar in het emmertje. Ja, goed. Jij doet nee, allemaal in het emmertje. Toppie. Zo, mijn lieve schat is er weer. En Jesse zit lekker buiten. En Barry die is zojuist binnengekomen met de kleurtjes. Van de wanden en het plafond. Spannend. Hij is druk bezig met het plafond nog te impregneren. Is het anders dan voorstrijk, Barry? Nee, zelf. Voorstrijk impregneren is zorgen dat de verf goed dekkend gaat zijn. Ja, nou, maak hem maar open, schat. Moet ik het open maken? Deze? Ja? Als het goed is, is dat het plafond. Ja! Kan je weer luisteren? Kom je zo halen, blijf nog maar even zitten. Schattig. Hij komt eraan. Ja. Kom, doorlopen dan. Ik denk wel dat het ook heel mooi is voor... Zou je deze verf ook kunnen gebruiken voor op de deuren? Moet je een andere soort gebruiken? De deur moet je lakken, hè? Nou jongens, dit is ons kleurenpalet. Natuurlijk was het net een beetje anders met het licht. Maar deze komt op het plafond... In de woonkamer, keuken, hal, overloop en onze slaapkamer. Dit komt op de lange muur. Dit komt op de korte muren. En deze komt in de hal en de overloop op de eerste verdieping en de trappen. Gaaf, hè? Ja, we zijn heel blij mee. En ik denk ook dat die Ashes of Roses... Echt heel goed past bij die tegels. Ja. Want daar komt hij natuurlijk tegenaan en dan, dat zit dan in de nis. En aan de buitenkant van de nis, zeg maar, wordt dan weer dat blauw. Ja. Ik wil jouw kleur. Ga even lekker naar het park. Ja? Oh! Ga je naar het park? Nee, we gaan naar het park. We gaan even plassen bij de buren. En dan gaan we met jou fietsjes. Eerste linkje zit erop, schat. Ja. Vind je het mooi, Jess? Ja. Ja, mooi. Zo, Barry is weer lekker bezig. Het plafondetje is bijna klaar. En René is... Hey. Bovenaan het schoonmaken. Ja. Dat is vermoeiend, hè? Ik ben benauwd. Ik heb er geen last van, dan. Dat was die statue. Hoppa. Ik heb water in die kast.
is er nog doorgetrokken in de hal. En de eerste verdieping in onze slaapkamer. Zo, nou, de plafond, de eerste laag zit erop. Morgen, als het goed is, de tweede laag. Hier nog een paar tegeltjes. Maar Sergio gaat eerst even een plint. Noem je dat een plint? Volgens mij noemden ze het een strip. Een strip voor langs de tegeltjes. Kakkieneus. Wat is ze? Nou, ik doe weer de verkeerde kant. In die zin, deze kant kan wel, maar ik heb hier nog geen tegel zitten, dus ik weet niet hoe die vindt. Het ziet er wel mooi uit. Ja, het is wel mooi. Het is een mooie strip, een mooie strip. Dus komt het hier tegenaan. Ik zoom weer. Het is een beetje moeilijk. Dat is voor jou was het, hè? Het is geen prachtig schat. De laatste tegel. Zie je bij de laatste helemaal fout gaan? Ja, want het is ook een rothoekje. Ja, dat zwarte streepje moet eraf. Het lijkt wel alsof wij nog de laatste zijn die aan het klussen zijn, hè? Altijd, hè? Nou, George Clooney. Eigenlijk moet ik ook gewoon... Hè? Zeg? George Clooney. Ja, weet ik. Eigenlijk moet ik ook gewoon... Dat is dan weer niet charmant, hè? Knip dit er maar uit. Ah, leuk. Don't do this at home. Met goggles op. Ja, inderdaad. Die heb ik wel, alleen niet hier. Slim. Nou. Kijk, Bas, mag jij niet plakken? Everything let go. Everything. I'm gonna be the one. Nog meer af, hè? Tot zo. Onze pièce de résistance. De allerlaatste stukje. Come on baby, you can do this. Do it. I can do it. Ah, ik moet vallen. Van de stress. Nou, wacht je. Oh shit. Ze lacht, maar ze huilt. Oh! Oh, wat doe je? Pak daar een kruisje. Daar, die. Pak die andere. Oh! Mijn poepie. Nog één kruisje. Pak een kruisje, pak dan. Ja, nog even één kruisje. Nee, dat heeft geen zin. Ja, maar even naar beneden duwen. Ja, ik kan niet goed zien. Zit hij niet recht? Nou ja, laat het lekker zitten. Hij zit goed. Hij zit goed, toch? Ja, hij zit goed. Yes, oké. Oh, wat doe je? Nee, wat doe je? Ja, maar is het niet... Nee, echt... nee, laat zitten. Het is bijna goed. Blijf maar af. Afblijven. Klaar nu. Ons masterpiece, jongens. Ik zal regenen. Kom, laten we er even voor gaan staan. Ja. We hebben nu wel leuke wandjes. Nieuwe leuke wandjes voor jullie om tegenaan te filmen. Zie je dat?
Zijn ze blije dodo's. Dit is onze koffiecorner. Dit wordt onze koffiecorner inderdaad. Nou, sta je nou te stralen daar zo achter de camera? Kom. Het goed is dat we helemaal, even helemaal kom, laten zien. Nee, kom, helemaal kom even helemaal laten zien aan die vogeltjes van ons. Kijk jongens, dit is het eindresultaat. Vet. En dus de binnenkant ook. En dan de andere kant. En dan tegen dat plafond aan. Kijk, en hier komt dus deze kleur tegenaan. Ja. Nee, nog niet laten zien. Nee, nog niet laten zien. Nee, ze moeten wel wat geheim houden natuurlijk. En hier komt de stopcontact. Die kan ik er in principe zo wel opzetten. Oh. Want die pakken we van het eiland af. Doe maar. Gewoon voor de finishing touch. Ja, in principe kan die helemaal dicht. Ja, doe maar. Doe maar. Gewoon voor de finishing touch. Moet ik nog voegen. Ja. Moet ik nog voegen. Maar dat doen we toch niet daaromheen? Ja, maar hier toch ook. Maar dat komt goed. Dat kan er wel even af. Ja, kan wel. Ga ik doen. Doe maar. Oké. Wij zijn super trots. We zijn super benieuwd wat jullie ervan vinden. En... Mijn gezicht staat heel tijd zo. Wij zijn er heel blij mee, maar ja. We zijn ook benieuwd wat jullie ervan vinden. Dus laat het even weten in de comments. En vond je dit weer een leuke vlog? Doe even een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren. Belletje aan te zetten. En dan zien we jou weer heel graag bij de volgende video.